Maar joh! Vet, hè? Hallo allemaal, ik ben Boris en je kijkt naar de Power of Skills. In de komende afleveringen gaan wij met de beste mbo'ers van Nederland jullie probleem oplossen. Vandaag ben ik in Friesland, om precies te zijn in Makkum. En nou hoor ik je denken, wat doe je helemaal in Friesland? Nou, hier komt onze eerste ingezonden probleem vandaan. Kijk maar even mee. Hoi, ik ben Rienk. Ik hou heel erg van gamen naar school, altijd met mijn vrienden. Maar ja, ze lachen me altijd uit omdat ik zo'n lelijke gamekast heb. Ja, ze moeten ook gelijk lachen als je op een boek staat of zo. Maar ja, ik zou echt een super vette gamekast willen hebben. Dus ik zou jullie willen vragen of jullie dat voor me willen maken. Dan zie ik jullie snel, hoop ik. Doei! Wauw, die PlayStation staat in een oude klerenkast? Dat ding? Really? Tuurlijk wil ik je helpen. Sterker nog, je woont daar. Kom mee, dan gaan we Rienk verrassen. Moet je wel doen. Hoi, ik ben Boris. Tina. Klopt het dat Rienk hier thuis woont? Ja, die zit de game binnen. Rienk, gozer. Hey. Hoe is het? Ja, goed. We komen hier kast pimpen, man. Echt? Ja. Super vet. Hé, hey, wat is dit voor vette controle? Die heb ik op mijn verjaardag gekregen. Je hebt een gouden controle, maar zo'n gamekast? Ja, dat gaat ook niet kunnen. Ik heb goed nieuws voor je, want we gaan nu je kast meenemen. Echt? En aan het einde van de dag heb je een gloednieuwe gamekast. Oh, dat is echt super vet. Goed jongen, zie ik aan het einde van de dag weer, hè? Ja, is goed. Oké, okay, bye bye. Doei. Ik kan deze kast natuurlijk niet zelf oppimpen. Daarom ga ik je nu alvast voorstellen aan onze mbo-topper die deze kast onder handen gaat nemen. Dit is Hielke, 19 jaar en doet de opleiding scheepsinterieur meubelmaken aan het ROC Friesepoort. Hij heeft de finale van de MBO vakwedstrijden Skills Heroes gewonnen. Dat maakt hem Nederlands kampioen en gaat daarom eind dit jaar naar het EK in Zweden. Om Hielke vandaag te assisteren hebben we er een expert bij gehaald. Daarom wil ik je graag voorstellen aan Dennis. Hey. Hey man, hoe is het? Ja, goed. Hey Dennis, wat doe je allemaal in het dagelijks leven? Ik ben werkzaam bij de Fries in Makkum. Dan maak ik scheepsinterieur meubels of meubels voor je luxe jachten. Bijvoorbeeld kasten, bedden, bureautjes. Eigenlijk wat er allemaal normaal ook in een huis zit. Nou, je hoort het al, we hebben met een echte expert te maken. Onderin wou je een tof laadje. Ja, gewoon één dat er gewoon een groot mooi laadje onder zit. Nou, misschien is het idee om een verborgen laadje te maken. Ja. We hebben zo'n push-open systeem. Ja. Dat als je, dan bijvoorbeeld drie regels maakt en dan in de midden die laden. Dat je gewoon erop drukt dat hij eruit vliegt, ja. En dat hij gewoon, ja. Ik ben er echt van overtuigd dat het gewoon een vette gamekast gaat worden. Hielke had zelf een heel goed plan gemaakt. Ik heb een paar tips kunnen geven en het wordt gewoon een topkast. Ik zou zeggen, Hielke, take the gamekast away! Rienk is enorm fan van Final Fantasy. Daarom ga ik deze kast voor hem pimpen naar één toffe gamekast. Ik ga hierboven ga ik het logo van Final Fantasy plakken. De deurtjes ga ik er allemaal uithalen. Daar ga ik twee nieuwe deuren voor in maken. Ik ga het hele binnenwerk ga ik eruit halen. De twee nieuwe deuren laat ik twee grote dolken voor handgrepen. Yo Hielke, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben nu bezig met het middelste schot eruit te halen, want dat is best wel lastig, want je zit bovenop die kast. Ah joh, laat je niet op de kast jagen, man. Nou, zoals je kan zien is de hele kast leeg. We gaan zo meteen een nieuwe indeling maken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we er eerst een mooie nieuwe achterwand in zetten. Deze moet even in de kast. Mag je hem schuin naar boven houden? Ja. Ja. Hey, oké, hoe is het gegaan? Ja goed, ja goed. Ik heb een nieuw plankje erin gemaakt. Drie nieuwe vakken, nieuw plankje en nieuwe deuren. Die deuren zijn al bij de spuiter. En ik heb een mooi nieuwe laadje eronder gemaakt. Nou mooi, klinkt goed. Ja toch? Nou, dan kan deze ook naar de spuiter toe, of niet? Ja, oké jongens. De kast is helemaal af. Logo zit erop. Hij is gespoten. We gaan zo meteen de deurtjes monteren, het laadje erin. En daarna is je klaar om naar Rienk te brengen. Op dit moment, na de hele dag dat Hielke er aan heeft gezeten, om voor jou een speciale gamekast te maken, ben jij, Rienk, de enige in Nederland die zijn eigen gamekast heeft, totaal gebaseerd op zijn favoriete spelletje. Zullen we je blinddoek afdoen? Ja.
Wojo! Zo. Vet, hè? Ja, echt wel. Ga maar openmaken dan. Wow! Laten we dan maar een potje spelen, zou ik zeggen. Ja, natuurlijk. Jij hebt je eigen geheime lade. Komt ie aan. Tadaa! Super vet. Hoe voelt het nu om je in je eigen gamekast te spelen? Ja, super goed. Nu lachen mijn vrienden me tenminste niet meer uit. Dit was de Power of Skills. Wil je nou zelf ook zo'n verborgen lade maken? Kijk dan volgende week naar de Do-It-Yourself aflevering. Uiteraard wil ik natuurlijk onze expert Dennis bedanken voor zijn handige tips. En natuurlijk wil ik ook onze MBO-topper van vandaag, Hielke, bedanken voor het maken van deze super vette Final Fantasy Gamecast. Vond je dit nou ook een leuke video? Vergeet dan niet het duimpje onder omhoog te doen en je te abonneren op het kanaal. En heb je nou ook zo'n probleem zoals Rienk? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Want wie weet komen wij bij je langs om het voor je te fixen. Ciao!